muchos rumores, mucha gente que comenta. Así que estás pa' mí, nunca vas a estar en venta. Quiero volverme viejito contigo a los 60. Solo contigo. Daar zijn we weer en deze keer vanuit Spanje. Voordat we beginnen wil ik jullie even een beetje de situatie uitleggen. Wij zijn hier dus heen gekomen toen alles gewoon op geel stond. Er was nog geen speciaal reisadvies voor Córdoba of voor Malaga. Maar toen bleek dat we net toen we hier aankwamen Nederland vanaf de volgende dag heel Spanje op code oranje zou zetten. Dat betekent dus dat we 1. Niet zeker weten of we wel 3 weken kunnen blijven. Misschien worden dat er maar uiteindelijk 1,5 week of wordt het er zelfs maar 1 week. En dat 2. Ja, we gewoon best wel gelimiteerd zijn wat betreft dingen ondernemen en dingen doen. In Nederland merk ik dat er heel makkelijk over wordt gedaan. Ik krijg ook berichtjes van, joh, we waren in Spanje op vakantie. Je kan gewoon alles doen, lekker chill. Maar zo ervaren wij dat hier niet. Want zijn ouders zitten letterlijk al binnen vanaf het moment dat dit begon. Ze gaan niet uit eten, ze gaan geen terrasje pakken. Ze gaan de deur niet uit, ze leven echt binnen. En wij willen natuurlijk niet hun leven in gevaar brengen. Ik bedoel, ze wilden graag dat we kwamen. En ze zijn hartstikke blij dat we hier zijn. Maar wij houden ons wel aan hun regels. Dus als we de deur uitgaan, zodra we terugkomen, ja, dan gaan we ons helemaal douchen, haren wassen. Kleding die we aan hebben gehad, gaat direct de was in. Je merkt gewoon echt dat ze hier veel voorzichtiger zijn. Als ze eten kopen bij de supermarkt, gaat eerst een doekje over al het eten. En alles wordt ontsmet. Wat super goed is, want better be safe than sorry. Maar ja, daardoor kunnen wij nu niet met vrienden afspreken. Of zomaar even lekker een dagje strand doen. Dus we hebben hier sowieso geen strand in Córdoba. Maar goed, dat zorgt er dus voor dat misschien de vlogs iets anders zijn dan jullie hadden verwacht. Ik weet in totaal dus niet wat er gaat gebeuren. Of we hier wel 3 weken kunnen blijven of niet. Of ik veel te filmen heb of niet. Maar het is dus denk ik een beetje mijn idee om jullie gewoon wat te laten zien van het leven hier in het dorp. In deze gekke tijden. Dus hoe dat hier allemaal eraan toe gaat. En wat wij doen zo'n hele dag lang in een huis in een dorp in niemands land. Dus dat is denk ik wel grappig. Oké, mochten jullie nog vragen hebben, stel ze in de comments. Zoals je al kon zien ben ik de dag begonnen met 5 kilometer rennen. Het is hier altijd pikken donker in huis. Ik moet ook even het raam sluiten, want anders wordt het gewoon te heet. Dus gooi je alles altijd helemaal dicht. En vanaf dat moment heb ik gewoon een beetje zitten YouTuben. Ik kan ook niet buiten zitten, want het is 40 graden in Córdoba. Nou, in de achtertuin voelt dat aan als 50 of zelfs 60 graden. En je kookt gewoon weg. Dus dat is ook geen optie. Dus je bent wel echt binnen. Binnen is het ook godsbenauwd. We hebben hier geen airco. Je bent eigenlijk gewoon een beetje aan het zweten en aan het doen. En gewoon een beetje aan het relaxen. En ik werk hier en daar wel nog een klein beetje. Dat was ook mijn bedoeling. Maar ja, tot zover heb ik dus niks bijzonders gedaan. Ik hoor trouwens Mari mijn naam roepen. Tony's moeder roept me. En dat betekent, als het goed is, dat het eten klaar is. We eten geloof ik vandaag een restje van gisteren. En dat vond ik super lekker. Het was heel simpel. Hier hebben we een restje van gisteren. En dat is dus broccoli en rijst. En dan denk je, ja, hartstikke saai. Maar ik zweer jullie, dit is zo lekker. Ik weet niet wat ze ermee doet. Ik geloof dat ze de rijst in een soort van knoflook bakt. En er dan een blokje, hoe heet dat nou? Een blokje bouillon. Zo'n bouillonblokje er doorheen gooit. Dus hoe simpel dit er ook uitziet. Het is echt super lekker en het heeft heel veel smaak. Dat gooi ik straks door elkaar. En dan komt daar nog een ei bovenop. Dit hier is ook typisch Spaans. Tomate frito. En dat gooien ze bijna overal op. Ik gooi het nu over mijn rijst en broccoli zoals je ziet. En ja, het is gewoon heel lekker. Heel simpel, maar delicious. Oké, we zijn weer in de donkere kamer. Ik ga alles even opengooien en op het balkon met jullie zitten. Oh, moet ik wel even de sleutel zien te vinden. Está abierto. No, bueno, si quiero la reja. Ik vergeet altijd dat ze in Spanje nog zo'n zulke tralies achter de deur hebben zitten. Zo, daar zijn we. Hoe heerlijk is dit? Dit is het balkonnetje. Hier zitten ze nooit, want het is eigenlijk altijd te heet om hier te zitten. En ze zitten ook niet zo graag in de picture, want hier zien alle buren. Ja. Maar goed, ik ga hier nu wel lekker zitten. Ik hoop heel erg dat mijn camera nu niet valt. Maar we gaan een unboxing doen van mijn studieboeken. Zo benieuwd. Oh,
God, ik hoop dat niemand nu mee zit te kijken. Vast wel. Ze zeggen hier altijd, er is altijd iemand die mee zit te kijken vanuit zijn raampje. Of van achter de gordijnen. Typisch voor een dorp, hè? Oh my god, ik heb het hier nu zo liggen. En dan denk ik, ja, dit gaat gewoon echt gebeuren. Dit is best wel pittig. Ik zei, het valt wel mee, maar het is volgens mij best wel veel. Dit zijn allemaal werkboekjes. Hier moest ik wel om lachen. Er zit dus een CD-ROM bij om Engels te leren voor dus, als je in die richting gaat van makelaardij. Dat zit bij mij denk ik wel goed, maar het kan natuurlijk handig zijn. Misschien zijn er termen en zo die ik nog niet ken. Notitieblok hebben ze erbij gedaan. En dan hebben we hier de leerboeken. Er is hier één boek echt helemaal gericht op het Engels voor dus in de makelaardij. Dan heb je hier sales en equipos comerciales, dus als jij een sales team krijgt en mensen ook echt wil aanzetten om voor jou te werken en via jouw huizen te verkopen. Nou, daar zijn we nog niet. Dit lijkt me heel interessant. Dit is een soort taxatie, dus de waarde van vastgoed en huurwoningen. Financiën, dus wat moet je allemaal doen? Hoe gaat dat in zijn werk? Ook interessant voor ons natuurlijk, nu we op zoek zijn naar een huis. Marketing en hoe promoot je je bedrijf en de huizen die je wilt verkopen. Dit is denk ik voor mij het makkelijkste gedeelte, omdat ik al vrij bekend ben in dat wereldje. Dan hebben we hier, wat mij een heel moeilijk onderwerp lijkt, de documenten die je op moet stellen, de contracten, al het papierwerk. Dit is denk ik best wel zware stof, maar misschien wel het belangrijkste van al deze boeken. Dan hebben we hier nog allemaal dingen dat ik denk, ik ben benieuwd. Venta personale immobiliaria, dus persoonlijke verkoop, online verkoop, ik leg die klemtoon altijd lekker verkeerd door al dat Spaans. Nou, ik vind het allemaal echt reuze interessant. Ik heb er super veel zin in. Maar nu ik dit zie, ik had zoiets van misschien begin ik al met lezen. Maar nu ik dit zie, weet ik gewoon dat ik nog even wil wachten. Ik ga nog even genieten van mijn tijd hier. En zodra we in Nederland aankomen, dan ga ik er helemaal voor. Heel erg veel zin in. Superleuk. Ik ga jullie even de patio laten zien. De laatste keer dat jullie de patio zagen, ik heb dit volgens mij nog nooit helemaal goed gefilmd. Omdat zijn moeder er niet van houdt dat ik dit film. Omdat het altijd super rommelig was. Maar deze quarantaine heeft Tony's vader enorm veel werk verricht. En echt gewoon alles helemaal veranderd. Het is insane. En ik moet er wel bij zeggen van zijn moeder, ze zijn nog bezig. Dus er ligt nog overal troep en het is nog een rommel. Maar wauw, wat een verschil. Dus hier hebben we nu het hoekje wat echt, nou ja, dit was gewoon helemaal niks. Dit was één groot bouwval. Daar staan nu allemaal spullen van Tony's vader zijn werk. En dat wordt nog allemaal opgeruimd. Die vloer is gelegd. Deze deur hier tussen is helemaal hier zo gebouwd. Deze hele vloer is gelegd. Dat was niks. Echt, het is bizar het verschil. Dit heeft hij allemaal zo heel mooi gelegd. Die stenen, die natuurstenen op de muur. En ja, het zijn allemaal nieuwe deuren. Nou, aan die kant ook, maar hier ligt dus nog wel veel troep. Dit moet nog allemaal weggehaald worden. En dan daarachter, achter die deur, heb je een hele grote moestuin. Die ga ik jullie ook nog laten zien een deze dagen. Maar dat doe ik wanneer zijn vader er is. En wanneer hij me even kan uitleggen wat er allemaal aan het groeien is. En wat hij allemaal aan het verbouwen is. Maar leuk, hè? En er is nu een enorme hittegolf geweest, dus die plantjes zijn allemaal door en allemaal dood. Maar normaal gesproken is dit ook nog eens heel erg vrolijk met mooie bloemen en mooie planten. Dus dat is echt superleuk. Ze hebben dit heel mooi gemaakt. Het is inmiddels 7 uur en het is nog steeds even warm als een paar uur terug. Het is 39 graden vandaag, dus we hebben een plan en dat plan is als volgt. We gaan ons even opvissen met de gomma. Ten cuidado con la camera. Madre mía, qué pies tengo. ¿Eh? ¿Sientan los pies? Sí. Un poquillo rápido. Dame tierra. Por detrás. Por detrás al lado. ¿Te acuerdas, Stone? ¿Te acuerdas que en Curaçao? ¿Te acuerdas que en Curaçao nos mojamos con agua, no? Íbamos así por la habitación del hotel. En Curaçao hacía tanto calor que nos mojamos desde aquí. Ahorita vamos a ver el suelo ahora. No, en el Caribe, que hacía tanta calor. ¿Ha visto el color del suelo? Sí.
pero hacía tanta calor y estábamos en el hotel, un hotel, una habitación súper pequeña, y nos echaban agua y empezábamos a andar así. Él pa' un lado y yo pa' otro, así, ¿eh? Cuanto más rápido. Porque cuanto más rápido ibas, más aire te daba. Estábamos achicharrados. Madre mía, si alguien nos hubiera visto así en el hotel. Tiene algo por todos lados, ¿eh? ¿Más refrescado? Sí, pero ya me he secado. ¿Cómo llevas el calor? No. ¿Lo llevas mejor que antes o peor? Mejor que cuando. Mejor que viviendo aquí en Córdoba. No, no lo voy a llevar mejor. Even een warning, mensen die niet tegen voeten kunnen, spoel even 15 seconden door. Kijk even hoe scheef Tony's teen is. Dit is echt... Deze teen is ook een maat kleiner. A ver, así. Dit kan toch niet? Wat een lelijke tenen. Tony en ik zitten nu in de auto. En dit is iets wat we altijd doen als we ons vervelen en even een frisse neus willen halen. Maar niet echt heel ver willen lopen of echt ver weg willen gaan. Dan gaan we gewoon stappen de auto in, ramen wijd open. En dan gaan we heel zachtjes door zijn dorp rijden. Doen veel mensen hier. Superleuk. En dan ben ik toch even uit. Ongelooflijk, maar het is dus nog steeds gewoon 35 graden. En dat terwijl het al 21:30 s'avonds is, jongens. Oh, wat wonen ze hier toch mooi.